Hoi, Robert! Nee, niet jij, Robert! Robert! Yo, Chris, wat is er? Abonneren! Jawel jongens, het is ongelofelijk, maar ik heb alle 99 rated in het spel gehaald. Of natuurlijk Neymar na, die is gisteren uitgekomen. En dat is jammer, want ik had oprecht net alle 99's. Ik moest alleen nog even wachten totdat Firmino naar 99 ook daadwerkelijk geüpgrade was. Hij was namelijk 97. Maar goed, we hebben dus alle 99's op Neymar na. Dat gaan we nu gewoon lekker testen in de Weekend League. Ik ga op dit moment nog 0-0. Dus maar even kijken of ik hem af ga maken. Ik wil het spel wel blijven spelen, zodat ik voor aankomend jaar natuurlijk nog een beetje in de flow zit. Maar ik heb er zin in. Natuurlijk zijn deze kaartjes hartstikke ziek. Cristiano Ronaldo 99 nog niet gebruikt. Pelé 99. Natuurlijk Messi 99 ook nog niet gebruikt. Ik ben ook heel benieuwd naar hem. En natuurlijk Firmino 99. Die misschien nog 5-star Weakfoot ook gaat krijgen. En ja, dan is het gewoon een van de beste. Of misschien wel de beste spits in het spel. We weten het niet. Ik heb ook nog Team of the Year Mbappé op de bank. Die is natuurlijk untradable. Dus als jullie nog iets leuks willen zien, bijvoorbeeld wel met 99 Neymar, laat het even weten. Het is natuurlijk een tijdje geleden dat ik heb geüpload. Dus heb je nou ideeën voor misschien wel dit kanaal of misschien wel mijn tweede kanaal? Die bestaat namelijk ook nog. Laat het dan even weten in de comments. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal natuurlijk. Zet je notificaties aan. Ik heb er zin in. Jongens, let's go. Oké, we beginnen tegen dit team. En ik zie daar een hele mooie Vinicius Junior 97. Die is natuurlijk ook een van de beste kaartjes in het spel. Die gaat misschien ook wel 5-star krijgen. En ik kan bijvoorbeeld ook een leuke video maken. Braziliaans team. Hoewel ik niet alle coins van de wereld heb. Want al mijn coins zitten wel echt in deze 99's. Want zoals je hier kan zien, heb ik Frenkie de Jong. En dat is niet zijn team of the season of iets. Dat is een normale kaartje. Maar goed, we gaan beginnen. Cristiano Ronaldo, Hans Hatenboer, speelt natuurlijk ook. En die wordt gelijk gevloerd. We gaan even kijken of we dit potje kunnen winnen, jongens. En daarna gaan we er gewoon lekker nog eentje spelen. What the fuck gebeurde daar? Hey, die hebben we nog niet in actie gezien. Die geeft een hele mooie paas op Theo Hernandez, die op komt stomen. En ik zie Firmino wel diep lopen, maar we gaan gewoon voor de lange voorzet op Chris. Want die heeft 99 jumping. Messi staat vrij. Messi gaat de keeper voorbij. Doe maar een flare shot. Oh, goal! Wat een kut goal. Lekker. Wel 1-0. Lionel Messi. Hij stond op de juiste plek. Laten we dat wel even benoemen. Hij stond lekker op de juiste plek. Goed verhaal. Ja. 3,99 achter één vrije trap. Dat is wat je wil zien in het leven. Oh, doei Rijkaard. Doei. Doei Bender. Doei Bender. Nee. Messi staat hier weer op de juiste plek. Nou ja, zeker weten. Heerlijk. 2-0. Lionel Messi. Die is toch het verschilmakertje vandaag, hoor. Hansi. Pelé. Op Frank. Frenkie. Op Firmino. Die is sterk, joh. Ja, die is sterk. Dat weet ik toevallig. Pelé, die gaat hem afmaken. Ik weet het zeker. Boom. Ja, hoor. Lekker, man. 3-0. Jantje, je mag wel lief, hoor. Ik zie over dat over 2 minuten mijn camera uitvalt. Dus dan moet ik even wat dingen gaan verwijderen die op mijn camera staan. Dus hopelijk rage quit die even voor die tijd. Dat zou wel nice zijn. Misschien als Firmino deze scoort. Oh, wat? Hij maakt hem. Hij maakt hem. 4-0, Roberto. Waar de fuck slaat dit nou weer op? Ik zei voor de gein, maar die schiet hij er wel redelijk grappig in. Jeetje, ook uit echt zo de rare hoek. En ja, dat is gewoon perfect geschoten eigenlijk. Echt, what the fuck. Chris. Maak maar af. Heerlijk. Heerlijk. 5-0. En hij lief niet. Ja, dat is jammer. Jawel jongens, die eerste pot met 6-0 gewonnen. Natuurlijk, alle goals door onze jongens met 99. Met een 99 kaartje. Ze zijn hartstikke goed allemaal. Ze scoren goals. Ze dribbelen lekker. Ze maken goede acties. We gaan nog een potje spelen. Dus ik heb er gewoon weer zin in. Pelé. Firmino, ga diep. Tegen zijn rug aan. Maakt niet uit, hij heeft hem nog. Beetje gedraaid van Firmino. Doet hij goed. Terug naar Firmino. En maak maar af. Lekker man. 1-0. Roberto Firmino. Heerlijk. Goeie goal.
grappige goal, een beetje gedraaid aan die stick. En toen wilde hij hem erin schieten. Wat een tering neppe skill move is het ook. We staan 3-0 voor na 26 minuten. Je kan het zien jongens, die 99 kaartjes, zoals ik zei, ze scoren alle goals. Op zich ook wel logisch, want al mijn 4 aanvallen zijn 99. Maar goed, nog steeds die bridge, et cetera. Maakt niet uit met wie je het doet. Met Team of the Year Chris is het natuurlijk een beetje hetzelfde als met deze Summer Stars Chris. Maar ja, het slaat eigenlijk gewoon allemaal nergens op. Die skill move, je redt gewoon door iemand heen. En dan hier, loop maar 1 op 1 en score maar. En dan, ja, zo werkt de FIFA 21 een beetje. Ik weet niet, hebben jullie een beetje zin in FIFA 22? Ik ben wel benieuwd. Ik heb wel zin om dan weer te grinden op YouTube, te grinden met FIFA. Daar kijk ik vooral naar uit. Alleen ja, ik hoop natuurlijk wel dat het een beetje een leuk spel wordt. En nou ja, ik moet zeggen, ik had dit jaar best wel wat plezier. Omdat ik het nog wel gewoon een prima spel vond. We krijgen hier bijna de 3-1 tegen. En FIFA 20 bijvoorbeeld was weer wat realistischer. Maar was in mijn ogen echt het saaiste spel ooit. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie vinden. Hebben jullie liever iets realistisch? Of nou ja, wel met een bullshit bridge ertussen zoals dit. Dat je gewoon langs iemand kan rennen elke keer. Maar wel meer goals scoort. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. We scoren in ieder geval de 4-0. En we gaan gewoon lekker door. Het gaat wel redelijk makkelijk. Het zijn natuurlijk ook de eerste twee potjes in de Weekend League. Wat het op zich wel een stuk makkelijker maakt. Dus misschien maak ik nog een video. Koop ik Neymar. En voor de laatste paar potjes dit weekend als ik hem af ga maken. En dat, dan kunnen jullie ook zien hoe goed hij is. Maar ja, laat even weten wat jullie vinden, wat jullie willen, wat jullie van FIFA 22 verwachten. Nu heb ik eigenlijk al wel weer een beetje te veel gepraat. Ah, het begint wel zielig te worden nu jongens. Lionel Messi. What the fuck, dat schot van Firmino, jongen. Dit slaat er helemaal nergens op. Die tegenstander doet al niet veel meer, maar ja, dat hij van dit soort afstanden de hele tijd hem erin schiet, dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Nou jongens, dat was de video voor vandaag. Vond je hem nou vet? Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal natuurlijk. Zet je notificaties aan. Wil je nou meer van dit soort video's? Wil je nou sowieso meer video's? Want ik upload op dit moment wel iets te weinig. Doe dan even dat blauwe duimpje omhoog. Dus laat weten wat je wilt zien. En. Als ik nog Neymar 99 moet kopen, laat dan ook even weten wie ik moet verkopen om hem te halen. Bijvoorbeeld Pelé. En dan flans ik wel weer een mooi team in elkaar. Dat komt helemaal goed jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat ik jou bij de volgende terugzie. Later.